Ook in de Europese bekercampagnes viel er geregeld wat te beleven. In 1976 bereikte de club de finale van de UEFA Cup, maar moest in het Engelse Liverpool zijn meerdere erkennen. Twee jaar later, in 1978, was opnieuw Liverpool de tegenstander, maar dan bij de landskampioenen. Een fel gehandicapt club verloor met 1-0, Jensen speelde er de match van zijn leven en een van de spelers die Brugge toen het meest miste, was Lotte Lambert. Hadden we daar compleet kunnen zijn, en zoals Jensen keeperde, ik heb hem nog nooit zo zien keeperen, hadden we die wedstrijd zeker toch 90% kans gehad om die wedstrijd te winnen. En voor mij was dat mijn grootste teleurstelling, omdat ik eens zo graag op Wembley had gevoetbald en nooit heb kunnen meedoen. Want je zei wel dikwijls vaak gekwetst en ze drongen aan, maar toen was het niet te doen zeker, hè? Nee, de match tegen Juventus hier op Brugge kon ik niet lopen. En Appel wilde met 4 punten spelen. Dus, maar ik heb hem terug laten doen, weer een paar inspuitingen. De eerste die ik kreeg, ik kon alles doen, ik kon springen en lopen, maar na 5 minuten was die pikeur uitgewerkt. Ik heb er dan nog 2 gekregen, maar na 10 minuten op het terrein kon ik niet meer doen. En Appel vroeg nog, en dan tijd voor nog verder te spelen, ik zeg, ik zat te winnen, gelijk een klein kind. Je mag er in verlof gaan. Maar 17 ben ik lang in verlof geweest. Het was gedaan? Het was gedaan, ja. Jammer genoeg, ja. Ik had geen kracht meer in mijn knieën om me af te remmen of af te duwen. Het was, ja, dat de beel geweest, die inspuiting. Brugge's meest geliefde speler stopte 2 jaar later met voetballen na bijna 19 jaar dienst in het eerste elftal. Nooit is er sprake geweest van een overgang naar een andere club. Ik heb wel een keer van mis van de stok gesproken, kwam een keer zijn verkiezen naar Robbie Rensbrink kijken, voor eventueel naar Anderlecht te gaan. Hij stopte bij mij, omdat je vroeg waar Robbie woonde. Ik zeg, een paar meters verder. Ik zeg, waarom kom je niet achter mij? Ik heb al geweest dat ze maar zijn onbetaalbaar voor de club. Ik zeg, voilà. Brugge kende nadien wat moeilijke tijden. Het werd een paar keer erg vroeg uitgeschakeld in de Europabeker en in 1982 zakte het bijna naar de tweede klasse. Die degradatie kon op het nippertje worden ontlopen na een spectaculaire 5-0 zege tegen RWDM. In de tweede helft van de jaren 80 braken dan weer gouden tijden aan onder trainer Henk Gouwaert. Vooral de UEFA-bekercampagne 87-88 blijft nog altijd tot de verbeelding spreken. Clubs slaagden er telkens in om een haast onoverbrugbare achterstand uit de heenmatch telkens toch weer goed te maken. Leningrad en Rode Ster Belgrado waren de slachtoffers uit de eerste 2 rondes. Borussia Dortmund ging er op een haast onwaarschijnlijke manier uit in de 3e ronde. 5-0 na verlengingen. Hey, we hadden altijd iets speciale sfeer hier bij ons thuis. Als je in Olympia kwam, dan zat het al vol. Ze mochten spelen tegen Bob Lesconti. Het uitverkocht was het al. Ze wisten niet eens tegen wie we moesten spelen. En dan hadden wij toch een speciale sfeer hier. Dat het, ja, de 12e man zijn we altijd. En ja, dat was gewoon zo. Wij geloofden gewoon nog dat we konden kwalificeren. Als je tegen een Duitse ploeg 3-0 achter staat, dat mag je wel vergeten. Maar Club Brugge kon dat in die periode. Happel en Houwaert, zij bezorgden Brugge onvergetelijke Europese avonden. Maar wat was het verschil tussen die twee? Het verschil tussen de grote meester en een van zijn gewezen onderdanen. Ik was het lievelingetje van Happel, terwijl ik voetballer was. Dus er is nog veel bijgebleven. En ja, ik train volgens mij in hetzelfde stramien als Happel. En tactisch ben ik ook, dacht ik wel, een kraan. En Happel was natuurlijk een superieur. Voor mij blijft Happel de beste van de wereld en dat blijft zo. Maar ik heb veel van hem overgenomen, heel veel. Jij bent als mens wel totaal anders, geloof ik, hè? Ik denk het niet. Iedereen denkt, Happel is een strenge en geen brave man. Maar Happel is een hele lieve en aardige man en die lacht heel veel. Bij mij komt het misschien meer tot uiting en ik lach ook heel veel. Maar als we werken is het professioneel. Go, Frank, go! Ondanks de successen van Houwaert bleef de Brugse defensie berucht om zijn open deurdagen. De opvolger van Houwaert, George Lekes, bracht daar een verandering in. Op het eerste zicht minder attractief voetbal, maar wel met een titel en een beker als resultaat. De beker de voorbije maand juni in het jubileumjaar van Club Brugge. Aan Hugo Broos, de opvolger van Lekes, om de tweede eeuw Club Brugge even goed in te zetten als de eerste is geëindigd. We'll be right back.
Dat was het verleden. Nu maken we tijd voor de actie van vorige zaterdag. Club Brugge wilde, eigen aan het karakter van de club, vooral een volksfeest om zijn 100-jarig bestaan te vieren. En daar zijn de organisatoren, de Club 100, bijzonder goed in geslaagd. De toeschouwers zien niks liever dan een gezellige wedstrijd uit de oude doos met de vedetten uit die goede oude tijd. Twee teams met oudere en minder oude glorie kwamen het tegen elkaar opnemen. Eén ploeg trad aan onder de naam van VTM, de andere werd gesponsord door de IPA Spaarbank. En die Brugse oude glorie met de VTM-ploeg in blauwe en de IPA-ploeg in gele uitrusting maakte er een bijzonder leuk spektakel van. In de beginfase al dreigt de VTM-ploeg met een doorsteekpaasje naar Jantje Simon. Maar zijn schot belandt via de lat in de handen van Leen Bart. De reactie van Geel-Blauw met een actie van de nog altijd vinnige Bernard Verheeken. Met Gilbert Marmenhout nummer 5 bij zich. Maar Jensen komt goed uit. En dan een actie zoals in de goede tijd de jaren 70 met Roger van Gool. Die bedient Julien Kools. Raoul Lambert dan, maar die mist precisie. Het spel blijft goed op en neer gaan. Blauw-wit met een actie van Luc Hindricks. Snel en gevaarlijk. Paasje naar Jan Simoen. Die laat mooi door voor Patrick van der Voorde, maar ook hij mist precisie. Wat later een prima actie weer van Simoen in een 1-2 met Van der Voorde. Maar Simoen besluit in het zijnet. De VTM-ploeg blijft voor het meeste gevaar zorgen. Waregem-trainer René Verheijen met een mooie 1-2 naar Jan Simoen. Verheijen opnieuw, maar het schot zoeft net naast. Twee figuren uit de happeltijd in strijd om de bal. Roger van Gool haalt het van Fons Bastijns. Een lange ren van Julien Kools. Voorbij Marmenhout. De voorzet en de parade van Birger Jensen. Kools die net zijn trainersdiploma heeft behaald. Maar de beste combinaties komen van blauw-wit van de VTM-ploeg. Johnny Thio naar René Verheijen. Die bedient Hindricks. En Leen Bart is verslagen, 1-0 voor ons. De paas van Verheijen en het schot van Hindricks. En we krijgen het nog eens vanuit een andere mooie hoek achter het doel. Leen Bart kansloos. Nog maar eens René Verheijen lanceert nu Jantje Simoen. Alleen op Leen Bart af. Maar hij wordt onderuit gelopen en we krijgen een penalty. Simoen mag die penalty zelf nemen tegenover Leen Bart. En 2-0. Het IPA-team met man en macht dan maar op zoek naar de aansluitingstreffer. Roger van Gool naar Pierre Carteus, die bedient zoals in de goede oude tijd Raoul Lambert. Voorbij Velkeneers, Lambert met een lobballetje, maar geen probleem voor Birger Jensen. Bij de rust na 20 minuten is het 2-0 voor VTM. Onze coach Jos Folders met de besprekingen voor de tweede helft. En ook aan de overzijde Norberto Huffling en Fernand Bonen in het kamp van de vijand. Ondanks de hoge temperatuur zagen de ruim 20.000 toeschouwers toch een mooie eerste helft. Ook in de tweede helft zorgt VTM voor het eerste gevaar. Luc Hindricks in één tijd maakt.